Hi, ik ben Erik Kortom en dit is Rock on Roll the Stories. Ja, Thijs! Erik! Hey! Kan je niet een keertje een verhaal vertellen dat je met Henry Rollins mee op tour bent? Ja, dat is een mooi verhaal. Ja, die heeft mezelf ook voor mijn bek geslagen. Ja. Ja. Klein mannetje, lean, muscle, tissue, tattoos. Toen had hij nog lang haar en stopte altijd de microfoon tot achter in zijn huig. Zo. Oh. En dan stond dan vervolgens met dat haar. Dat keer 20 keer 2,5 uur. Toen dacht ik, jij bent mijn vriend! Ja. Daar jungle, daar zie je de zee en allemaal prachtige Braziliaanse vrouwen. Hij denkt alleen maar, yeah! Zij staat aan de zijkant zichzelf te slaan, want dat doet hij dan altijd. Yeah, boom, bam, kram, om, helemaal. Dus alles, adrenaline, testosteron, boom, pompen, pompen, pomp. En de band gaat op en de band begint en hij rent op. En zijn hoofd gaat naar beneden en zijn knie komt omhoog en boem, hij knokt zichzelf voor een vrouw. Een man aan mijn hart, mijn meest unusual story is toch wel het feit dat ik ooit door mijn eigen gitaro die midden in de nacht, terwijl ik aan het slapen was, in mijn hotelkamer in elkaar geslagen ben. Ik hoop dat het dientengevolge toch nog een beetje interessant en leuk was. Ik vond het wel grappig.